Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe opening. Een ETB van een gloednieuwe set die vandaag is uitgekomen, terwijl je dit kijkt. De Paldean Fates set. Dit is de ETB. Ik laat jullie even snel zien wat erin zit. Jullie zien een boekje met daarin natuurlijk alle kaarten. Alle regulars, daar zijn heel veel reprints in te vinden. Alle baby shinies, maar de kaarten waar het natuurlijk om gaat. De full arts en dit soort illustration rares en zeldzame kaarten. Zoals de Charizard, Gardevoir en Mew EX. We gaan kijken wat erin zit in deze box. We openen de deksel en daarin vinden we natuurlijk de divider met daarin een aantal mooie spullen. We zien deze prachtige promokaart van de Mimikyu. Een shiny, weliswaar. In de Japanse is dit best wel een zeldzame kaart. Ik denk dat die qua waarde in de Engelse set wel gaat dippen. Deze mooie sleeves met een zilveren background. De dices uiteraard, de dividers die een mooi design hebben. En eigenlijk gewoon de standaard spullen die je in iedere ETB kan vinden. Maar uiteraard wel weer gewoon met een cool design. En deze packs waar het vandaag allemaal om draait. Uiteraard de packs met ook de shiny Pikachu erop. Die we uiteraard hopen te poelen. Het zijn er 9 in deze ETB. En we gaan ze uiteraard openen voor jullie. En ik ga jullie een beetje laten zien wat er zoal in te vinden is. Zoals jullie kunnen zien in de webcam, ik heb dit later opgenomen. Dus ik open gewoon de pack en ik vertel jullie nu een beetje wat ik ervan vond. Wat ik er in gevonden heb. En op die manier hoop ik dat jullie een beetje in beeld krijgen of de ETB's de moeite waard zijn om te openen. Ik vind zelf van wel, de pull rates zijn echt wel goed in deze set. Ik denk dat je ongeveer 2/3 van de packs ook echt wel lekkere hitjes hebt. Hier zien we de reverse holos met daarachter misschien onze eerste hit. Nee, het is een regular holo. We gaan door naar de volgende. De kwaliteit van de kaarten vind ik op zich best wel goed. Ik denk dat de Pokémon Company best wel een stap heeft gemaakt. Er zijn heel wat klachten over de Scarlet en Violet era aan kaarten. Heel veel whitening, heel veel schade aan hoekjes, heel veel centering misprints, maar ik vind de set echt wel een stap maken naar een betere kwaliteit. Dus ook voor de mensen die kaarten willen graden is dit zeer zeker een set. Kijk, daar is onze eerste baby shiny, Dodrio, weliswaar. Niet de meest populaire Pokémon, maar zeker een mooie hit. En dit is een nog mooiere hit, de Palmy, een van de kaarten die ik heel graag wilde hebben. Sowieso shiny Palmy ziet er super cute uit, dat rode kleurtje en super blij met deze eerste mooie 2 hits. Waar was ik? Voor de graders onder ons is dit ook wel weer een set die de moeite waard zal zijn, omdat de kwaliteit dus zeer zeker een stapje heeft gemaakt. Ik merkte wel dat sinds we die zilveren borders hebben en gewoon die nieuwe era, dat de kwaliteit hard achteruit was gegaan. Mensen hadden ook heel weinig plezier in de hits, in het halen van hits in deze set, omdat de pull rates all over the place waren. Denk aan Obsidian Flames, waarin je bijna in iedere box wel een Charizard kon vinden en dat de waarde gelijk naar beneden ging. Maar ook de 151 set uiteraard, waarbij de pull rates weer hartstikke moeilijk waren. Daar zie je dat de waarde weer kaart omhoog gaat van de kaart, omdat ze gewoon bijna niet te poelen waren. En hier denk ik dat er gewoon een mooie balans is. Je hebt ongeveer 2/3 aan hits en de set is dusdanig groot met zoveel baby shinies dat het alsnog wel moeilijk wordt om ze allemaal te vinden. Maar je hebt wel gewoon in iedere box een aantal mooie hitjes zitten. Zoals misschien, het is een regular EX, de Iron Threads, niet de meest gewilde kaart. Maar het is een hitje, dus die tellen we er gewoon bij. Dus dat betekent dat we nu eigenlijk in een paar packs al een baby shiny, een illustration rare en een EX kaart hebben. En daarnaast natuurlijk de promo. Dus op zich zitten we goed op de pull rate, vind ik zelf. excuus. Dus ik ben zelf echt wel te spreken over de set. We zien hier een Mausolt, we zien een Lantern, we zien de Atticus kaart met Varoom, de volgende. Daar is die. Charizard. Als je een Charizard poelt, is het natuurlijk altijd goed. We hoopten natuurlijk op die prachtige, prachtige rare kaart. Maar deze normale EX is natuurlijk ook prima. Wat natuurlijk wel handig is om te weten, is dat dit gewoon een reprint is. Deze zat ook in Obsidian Flames. Toen had ik hem niet. Dus ik ben blij dat ik hem nu wel heb.
Maar dat is wel goed om te weten. Dat heel veel kaarten van de regulars gewoon in de algemene set reprints zijn. Dus al in eerdere sets zijn voorgekomen. En je moet het dus vooral hebben van die baby shinies en van die zeldzamere kaarten. We gaan gewoon kijken wat we in dit pakje kunnen vinden. En ik laat aan het einde nog eventjes de hitjes zien. Achter elkaar. En dan kun je zien dat er echt wel een aardige pool rate te vinden is in deze nieuwe set. Dash Boon. We hebben Gengar. We hebben Rare Candy. We hebben Gimmigool. En we hebben, jazeker, The Judge. De Full Art Trainer. Ik vind dit gewoon een leuke kaart om toe te voegen aan de set. Ik had liever een Penny, een Arvin, een Nemona. Welk andere dan ook gehad. Maar Judge is ook zeer zeker welkom. We moeten niet judgen over die kaart. We gaan hier naar het laatste pakje van deze ETB. De Gimmigool, de Magmar. Sorry voor de kwaliteit hier trouwens. Ik weet niet wat er misging met mijn camera hier zo. Maar we moeten het heel eventjes hiermee doen. De Charmander, de Mona's Backpack, de Primeape. En hier komen wij bij een volgende Baby Shiny als ik het goed heb. Jazeker, Mabustif, de Baby Shiny. En volgens mij zat er zelfs nog een hitje achter in deze laatste pack. Toadschool. En de laatste kaart. Wat wordt de laatste kaart? Eindigen we met een hitje. Ik dacht van wel. Nee. Ik heb gelogen. Maar oké. Ik heb nog een ETB klaar liggen. Die kan ik zeker voor jullie openen. Laten zien welke hitjes erin zitten. En daarnaast deze blister. Dus als je die ook geopend wil zien, laat het me dan heel even weten in de comments. Dan ga ik dat in een video doen binnenkort. En wil jij nou ook deze set halen, dan zou ik zeker naar Elite Game Store gaan. Een webwinkel waar ik heel veel plezier uit haal om daar te bestellen. Ik vind daar altijd hele prettige prijzen. En eigenlijk altijd wel hete boxen. Altijd met goede aantal pools en goede kaarten. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie dit informatief een leuke video. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende. Met de blister en meer hitjes. Tot kijken.